gebeurde bij schietpartij in Leersum. En politie waarschuwt voor toename inbraken in Woerden. Dit is U-nieuws van dinsdag 25 februari. We beginnen met een schietpartij vanmiddag in Leersum. Rond het middaguur werd een man neergeschoten. Het slachtoffer werd behandeld op de oprit van een woning aan de Vredeoordlaan. Maar hij heeft het niet overleefd. Mark van der Wel, ja, is eigenlijk al bekend wie dat slachtoffer is? Nou, het is een bewoner van de Vredeoordlaan, vader van jonge kinderen. Hij is vanmiddag heel tragisch aan zijn einde gekomen. Sajan, detail is dat vorig jaar rond deze tijd zijn dochter ook door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Dus heel heftig voor de familie en de bekenden van die man. Nou zeg, dat is zeker zo. Zijn die zaken ook met elkaar in verbinding? Nou, daar lijkt het op dit moment niet op. De verdachte voor de dood van de dochter van deze man, die zit op dit moment vast. Die zaak die dient in mei. En volgens omwonenden die ik vanmiddag daar sprak, zou het in dit geval gaan om een uit de hand gelopen burenruzie die al een tijd loopt. Politie is natuurlijk druk bezig met het onderzoek daarnaar. Dus de exacte details over wat er nou precies gebeurd is en met welke reden, dat zal de komende dagen duidelijk worden. En er is vanmiddag al wel een verdachte aangehouden? Ja, de politie was heel snel ter plaatse. Heeft daar een verdachte voor deze schietpartij aangehouden. Dat zou dus inderdaad gaan om een buurman. Is ook afgevoerd in een politiewagen. De agenten liepen daar ook met kogelwerende vesten rond. Het is natuurlijk een hele hectische situatie geweest. Maar toen ik er kwam was de rust redelijk teruggekeerd. Even los van het feit dat daar natuurlijk familieleden kwamen die zeer emotioneel was. Dat was erg aangrijpend om te zien. Absoluut. Mark van der Wel, dank je. Ja, vannacht rond 3 uur heeft de politie bij de aanhouding van 2 verdachten in de Utrechtse wijk Overvecht waarschuwingsschoten gelost. De mannen zijn aangehouden in verband met een mogelijke ontvoering. 2 verdachten zouden iemand uit Eindhoven hebben meegenomen in hun auto. Overvecht wordt vannacht opgeschrikt door geschreeuw en pistoolschoten. Pam, 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 pam. 5 knallen in de lucht. Heftig? Ja, het was heel heftig, want ik zat rechtop. Ik was vanmorgen nog helemaal nog zo. Meneer Van der Brink maakt het van dichtbij mee. Hij woont om de hoek van het incident, maar blijft veilig binnen. Want ik ben in de buiten gegaan. Want je moet nooit, als je vlakbij is, nooit naar buiten gaan. Want dan kan je wel eens een verdwaalde kogeltje krijgen. En dat wil ik dus niet. Agenten in Eindhoven krijgen rond middernacht een melding dat een man tegen zijn wil wordt meegenomen. Een buurtbewoner filmt dat. De auto die bij de ontvoering is betrokken wordt even later gesignaleerd. In het Utrechtse Overvecht houdt de politie vervolgens 2 mannen aan. Daarbij lossen agenten waarschuwingsschoten. Bam, 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 bam. Ja, dat hoor ik wel. Voor meneer Van der Brink is het zeker niet de eerste keer dat hij zoiets heftigs meemaakt in zijn wijk. Mijn auto 23 december hebben ze mijn auto 2 ruiten ingegooid met zulke keien. Nou, als je de city kent, worden ze zo groot. Zo door mijn achteruit heen. Jongen. Ik ben er een beetje klaar mee, denk ik. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben gewoon bang. Hij wil dan ook zo snel mogelijk verhuizen. Weg uit Overvecht. Oké, dag hoor. De auto is door een berger weggesleept voor sporenonderzoek. 2 statenleden leggen per volgende week hun werk in de provinciepolitiek neer. Van Forum voor Democratie vertrekt Patrick Boudewey en van het CDA stopt Ardin Maurik. De statenleden geven aan het werk als politicus niet meer te kunnen combineren met privé en werk. Maurik was sinds 2016 actief. Boudewey is sinds de verkiezingen en heeft zijn eerste jaar net niet kunnen afmaken. Beide plekken worden opgevuld door een opvolger op de kieslijst van de partij. Utrechters die moeten het Stadsblad voorlopig gewoon door de brievenbus krijgen. Dus een verplichte ja-ja-sticker op de brievenbus is niet nodig. Volgens het gerechtshof is de sticker in strijd met de persvrijheid volgens een Europees verdrag. Er loopt in deze zaak ook nog een bodemprocedure. En tot die uitspraak krijgen Utrechters het blad dus weer op de mat, behalve als ze een nee-nee-sticker hebben. De Belangenorganisatie voor Ouderen, de ANBO, protesteert tegen de stijging van de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke heffingen zullen met ruim 5% toenemen. Vorige week werd ook al bekend dat waterschapsheffingen dit jaar ruim 4,5% zullen stijgen. De ANBO vindt dit een te forse aanslag op het besteedbaar inkomen van ouderen. Ja,
er is deze maand 14 keer ingebroken in de gemeente Woerden. De politie waarschuwt daarom extra waakzaam te zijn. Bij mevrouw Van Dijk werd 2 weken geleden ingebroken en dat heeft een enorme impact. Toen liep ik naar binnen en toen keek ik eigenlijk zo door de spiegel heen en toen zag ik dat mijn gordijn opbolde. En toen deed ik hier de deur open en toen zag ik boven van licht vandaan komen en toen dacht ik van ja, dat klopt niet. En toen ben ik naar de buren gegaan. De buurman komt kijken en constateert dat boven de boel overhoop is gehaald. Inbrekers hebben aan de achterkant van de woning van mevrouw Van Dijk een raampje opengebroken. Wat hebben ze meegenomen? Parfum hebben ze meegenomen en van die douchepakketten van Dove. Geen grote bui dus, maar de emotionele schade bij de 72-jarige Woerdense is niet gering. Het vertrouwen in je eigen huis is weg. En vooral ook omdat ze op je slaapkamer geweest zijn. En dat vind ik heel moeilijk. Ja. De inbraak bij mevrouw Van Dijk staat niet op zichzelf. 14 keer werd er deze maand ingebroken in de gemeente Woerden. Terwijl er toch heel veel gedaan is om inbraken juist te voorkomen. Acties in de wijk, burgers bij betrokken. Preventiemaatregelen hebben mensen getroffen. We hebben ook aardig wat daders gepakt, ook dit jaar weer. Maar helaas zien we dan toch in vergelijking met vorig jaar een kleine stijging. Nou, er zijn diverse werkwijzen, het openbreken van raam met een schroevendraaier, een slot eruit trekken. Maar ook een babbeltruc, met een smoesje binnen proberen te komen. Elke inbraak is er één te veel. En daarom moeten mensen goed blijven letten op de beveiliging van hun huis. En bij verdachte situaties direct de telefoon pakken. Gewoon doen, voelt het niet goed. Meestal is dat de goede indicatie om 112 te bellen. Dat zal zij zeker doen, want alert op inbrekers is ze nu zeker. Als ik weg geweest ben en kom thuis, dan kijk ik wel eerst door het raam of dat alles wel klopt. En 's avonds tussen schemer en donker, dan vind ik het niet prettig. Het zal nog wel even duren voordat het gevoel van veiligheid terug is bij mevrouw Van Dijk. Gelukkig houden de buurt en de wijkagent een oogje in het zeil. Nee, wie weet niet. Kasteel Amerongen gaat deze voorjaarsvakantie terug in de tijd. Het elektrische licht gaat uit en de zaklampen die komen tevoorschijn. Kinderen kunnen deze week dolen door de krochten van het kasteel. En onze verslaggever Annemarie de Wit die doet mee. Annemarie, ja, het is donker, kun je wel wat zien? Nou, eigenlijk niet, want het is zeker pikken donker. Alle luiken van het kasteel zijn al dicht. Maar gelukkig hebben we deze. De zaklampen, want met deze zaklampen gaan deze kinderen hier om mij heen dadelijk een mooie tocht maken door het kasteel. Een van die kinderen is Misha. Vind je het niet heel spannend zo in het donker? Ja. Ja, waarom? Omdat je bijna niks ziet, maar met de zaklampen wel. Dan gaat het wel. Lijkt het je wat in zo'n groot kasteel wonen? Nee. Nee, hoezo niet? Omdat je dan heel veel spullen kwijtraakt. Ja, dat is zeker zo. Nou, laten we voor nu het licht maar even aanzetten. Want dan kunnen jullie ook thuis zien waar we zijn. Ik ga even naar Tieneke Kamps. Zij geeft de rondleiding vanavond. Ja, waarom in het donker eigenlijk? Nou, omdat dat heel spannend is. En we willen de kinderen laten zien hoe het vroeger in het kasteel was. Want toen was er geen elektriciteit. Dus kijk wat ik ga laten zien. We zijn hier op de galerij. En daar zie je alle mensen die hier gewoond hebben. En met die zaklamp kun je dus wat meer focussen op de details. Ja, zeker weten. Kijk maar. Zie je? Daar. We gaan ook even hier het hoekje om, want daar hebben we de slaapkamer van het kasteel. Hier heeft onder meer keizer Wilhelm II uit Duitsland ooit gewoond en ook gelegen. Ik moet zeggen, een heel klein bed. Maar ik zal je vertellen, het was ook een heel klein mannetje. En alle mensen waren klein vroeger. Ja, ik zou er wel even in willen liggen. Alleen dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Nee, dat wordt heel erg beschermd. Ja. Jij kent alle verhalen van het kasteel. Werkt hier al heel erg lang. Zijn er nog slaapkamergeheimen? Sst. Ik zal je vertellen, de keizer sliep hier. En als je heel goed kijkt, zie je daar een deurtje. En daar, in de kamer hiernaast, sliep zijn vrouw, de keizerin. En ik weet niet of ze bij elkaar kwamen. Nee, dat was dan geheim. Niemand anders mocht hier komen. Maar eventueel konden ze door die deur heen en weer lopen. Ja, zeker. Oké, laten we nog even teruggaan naar de galerij. Dan kunnen we nog even een indruk krijgen van hoe het hier dadelijk uit komt te zien met de kinderen erbij. We maken het nog één keer eventjes lekker donker.
En spannend natuurlijk. En dan zou ik zeggen, zaklampen aan. Klaar voor vanavond. Hebben jullie er zin in? Ja. Heel veel plezier. Ja, jullie heel veel plezier. Dank je wel, Annemarie. En vanavond zit alles dus al wel vol. Maar er zijn nog wel plekken vrij voor de rest van de week. Dus aanmelden maar. Ja, dan drinkwater. Het schoonmaken daarvan, ja, dat wordt steeds moeilijker. De kwaliteit van het Rijnwater dat door de lek stroomt, is verslechterd. Nou, wij gingen kijken bij een waterzuivering om te zien wat er nou gebeurt voordat dat water uit jouw kraan komt. Hier zien we de put waar het grondwater wordt gewonnen. En dan gaat dat water naar de waterzuiveringsinstallatie. Want voor je het zo kunt krijgen, moet er nog van alles uit worden gehaald. Zoals kalk. Dit zijn kalkkorreltjes. Het kalk wat in het water is opgelost, halen we met dit proces als hele mooie bolletjes uit het water. Kalk is best onschuldig, maar ons drinkwater komt steeds meer in gevaar doordat het drugsafval en andere slechte stoffen in het water van de Rijn en de Lek zitten. Deze locatie in Nieuwegein heeft daar geen last van, maar dat is op andere plekken in Nederland soms anders. We hebben dus bijvoorbeeld ook productiebedrijven in de buurt van Zwolle, waar veel oppervlaktewater invloed is, waar we bijvoorbeeld wel geneesmiddelen in het grondwater tegenkomen. Marijn weet alles over stofjes in het water en houdt ze voor Vitens in de gaten. En dat is belangrijk werk. We zijn hier op een productiebedrijf waar eigenlijk gewoon geen noemenswaardige kwaliteitsproblemen spelen met betrekking tot bijvoorbeeld geneesmiddelen, et cetera. Maar op een heel ander productiebedrijf is er weer een hele andere situatie. Dus het is echt 100 verschillende verhalen ongeveer. En het is echt een hele uitdaging om daar een beetje doorheen te kunnen komen. Uiteindelijk willen we allemaal schoon drinkwater. En daar werken deze mannen aan mee. Je hebt ook allemaal raakvlakken met de omgeving, met milieu en met volksgezondheid. En dat maakt het vak heel interessant. En dan, als alles klaar is, komt het water via deze pompen bij jouw huis terecht. En komt het schoon en wel uit de kraan. Ja, ik krijg zo nou juist een bericht dat bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht meerdere schoten zijn gelost door de politie. Wat er aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar u kunt kijken op onze site voor meer informatie. En dan sluiten we af met het weer. Vanavond is er kans op winterse buien met hagel. Temperatuur zal zo rond de 5 graden liggen. En morgen is het een mix van zon, wolken, regen en hagelbuien. Overdag wordt het zo'n 6, 7 graden. Morgenavond dan daalt de temperatuur zo rond het vriespunt. Dus let op voor lokale gladheid. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer informatie, zoals ik net al zei, dus op onze website of app. En ik wens u een fijne avond.